Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en gaan Rotterdammers naar de stembus. In de aanloop naar de verkiezingen organiseert het Erasmus University College samen met de Open Rotterdam een reeks politieke tafelgesprekken. De strijd om Rotterdam, waarin Rotterdamse lijsttrekkers en wetenschappers van de Erasmus Universiteit in gesprek gaan over een actueel thema op basis van de feiten. Voordat we aan tafel verder gaan, staan we stil bij het overlijden van Ruud Lubbers, voormalig minister-president van Nederland, inwoner van Rotterdam en alumnus van deze universiteit. Onze Rotterdamse zijn harten zijn bij zijn Rotterdamse familie. Hier aan tafel gaan wij debatteren, met elkaar het gesprek aan. En dat doen we met de lijsttrekkers van drie verschillende politieke partijen. Joost Eertmans van Leefbaar Rotterdam, Noordin Elouali van NIDA, Stefan van Baarle, jij bent nieuw hier in Rotterdam vanuit DENK, Tamar de Wal, wetenschappers aan tafel en Jiska Engelbert. Fijn dat jullie er zijn. We hebben de PVV meerdere malen uitgenodigd. Niks gehoord, ze komen niet. Jammer, zoals gebruikelijk. Mijn naam is Marjan van der Anker en vandaag spreken we over identiteit en integratie. Koemie uit Rotterdam dan. Nou, er zijn weinig thema's in de Nederlandse politiek die zo polariserend werken als identiteit. Ondanks de ernst en het pathos waarmee het debat rondom identiteit de afgelopen jaren is gevoerd, lijkt er weinig vooruitgang te worden geboekt. Nederland worstelt al jaren met zijn identiteit en daaraan gerelateerde kwesties als inclusiviteit, exclusiviteit, integratie en segregatie. Met de deelname van DENK, NIDA, PVV en Leefbaar Rotterdam aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zal identiteit weer het thema worden dat de verkiezingscampagnes zal bepalen. Wie is die gewone Rotterdammer? Wat zijn onze waarden en normen? En wat is eigenlijk de Nederlandse cultuur? Nogmaals van harte welkom op het Erasmus University College, maar wie bent u eigenlijk? U krijgt als politieke partij allemaal 1 minuut de tijd om uzelf te presenteren aan de kiezers, deze zaal, de stad en Rotterdam. Joost Eertmans, Leefbaar Rotterdam, uw minuut gaat nu in. Dankjewel. Kijk ik in de camera? Mijn naam is Joost Eertmans. Ik ben fortunist vanaf 2002 toen ik aanklotte bij Pim Fortuyn. Die als enige op dat moment het verstikkende debat, het verstikkende deken van het debat over de multiculturele samenleving trok. Hij stond namelijk voor de Nederlandse cultuur en de vrijheden die wij in Nederland hebben. Dat was zeer belangrijk. De rest praatte allemaal de andere kant op en Fortuyn legde dat bloot. Ik geloof namelijk niet in een Turkse samenleving in Rotterdam waarbinnen alles in het teken staat van Turkije, waarin alles zich afspeelt. Turkse televisie, Turkse kranten, Turkse sportclub en islamitisch onderwijs. Ik geloof niet in parallele samenleving. En daarom zeg ik, Rotterdam ligt aan de Maas en niet aan de Bosporus. Laten we dat zo houden. Daarom is ook Nederland, of in Rotterdam, een belangrijk moment op 21 maart. Dat zien wij als een referendum bij Leefbaar Rotterdam. Namelijk het feit dat je gaat kiezen voor de parallele samenleving van deze twee heren. Een Marokkaanse samenleving, Rotterdam, een Turkse samenleving. Of een Leefbaar Rotterdam voor ons allemaal. En dan stem je Leefbaar Rotterdam. Dankjewel. Precies binnen de minuut gebleven. Een aantal ja-nee vragen voor u, om precies te zijn. 3. Daar gaan we. U heeft een samenwerkingsverband met Forum voor Democratie. In september zei u in het NRC, Leefbaar en Forum hebben dezelfde missie. Is dat nog steeds zo? Ja of nee? Ja. U zei, als je door Zuid fietst, vraag je je af, ben ik nog wel in Nederland? Is Rotterdam-Zuid niet Rotterdams genoeg? Ja of nee? Wel Rotterdams, niet Nederlands genoeg. De taaleis moet worden gekoppeld aan inburgering en integratie, ja of nee? Ja. Dank u wel. We gaan door met Noordin Elouali. U krijgt ook 1 minuut de tijd om u tot Rotterdam en deze zaal te richten. En daarna zal ik ook u 3 ja-nee vragen voorleggen. Bent u er klaar voor? Ja hoor. Ik ben Noordin Elouali, geboren en getogen in Rotterdam-Delfshaven. 4 jaar geleden kwam
een groep Rotterdammers bijeen. Een nieuwe generatie die van de talrijke gemeenschappen in Rotterdam, zonen en dochters daarvan, samenkwamen omdat ze zich niet meer herkenden in de politiek. Omdat ze diversiteit niet zozeer als probleem zagen, maar als rijkdom. Omdat ze oplossingen zagen die de politiek liet liggen. Vaak ook als vreemdeling weggezet, terwijl in de praktijk soms die politici zelf vervreemd zijn van de realiteit. In 4 jaar tijd is het ons gelukt om kritisch, we kraken harde noten, maar zeker ook constructief te bouwen aan onze stad. Te bouwen aan de toekomst van alle Rotterdammers. We zijn inmiddels een onmisbare factor geworden in de Rotterdamse politiek. En we hebben zowel binnen het stadhuis als in de stad zelf diverse bondgenoten gesloten om de stad socialer, inclusiever en duurzamer te maken. Dank u wel, Noordin Elouali van NIDA. 3 vragen voor u. Is in Nederland, is iedereen in Nederland vrij om zelf zijn partner te mogen kiezen, ja of nee? Ik hoop iedereen in de wereld, maar zeker in Rotterdam. Vrij naar Maxima, onze koningin, de Rotterdammer, bestaat niet? Klopt. U presenteert zich als een islamdemocratische partij. Staat uw partij eigenlijk dichter bij het CDA of GroenLinks, waaruit u afkomstig bent? NIDA is niet in 1 hokje te vangen. En tenslotte, de nieuwkomer. Stefan van Baarle vanuit DENK, landelijke partij die voor het eerst meedoet hier in Rotterdam. Uw minuut gaat ook in. Mijn naam is Stefan van Baarle, lijsttrekker van DENK in Rotterdam. 26 jaar oud en geboren en getogen in Vreewijk, in Feyenoord. Een plek waar ik van jongs af aan heb gezien hoe Rotterdammers van verschillende afkomsten en met verschillende achtergronden samen met elkaar leven, elkaar verrijken en dag in dag uit met elkaar samenwerken om deze stad een mooiere plek te maken. En waar het om gaat is dat we dat met elkaar vasthouden. Dat we ons als Rotterdammers niet tegen elkaar uit laten spelen en dat we elkaar vinden in elkaars gemeenschappelijke Rotterdamse identiteit. Daar staat DENK voor, een Rotterdam waarin iedereen zich thuis voelt, een Rotterdam waarin niemand wordt uitgesloten en een Rotterdam waarin we elkaar verrijken. Fantastisch. Heel kort bent u. Kort maar krachtig, zou ik zeggen. We kunnen meteen door met de 3 vragen. Zou u plaatsnemen in een college met Leefbaar Rotterdam? Ja of nee? Nee, tenzij de heer Eertmans excuses maakt voor de verdelende retoriek van de afgelopen 4 jaar. Ja of nee? We hebben Op dit moment goed. Zeker niet. Vanavond, daar moet Noordin Elouali ook meteen stipten om 8 uur weg, is er een feestje van het Linksverbond vanwege de ondertekening van een manifest voor een sociaal en inclusief Rotterdam. GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP en NIDA trekken hierbij samen op. U bent niet uitgenodigd. Dat klopt. Dat klopt. Dat is een feitelijke constatering. Had u uitgenodigd willen worden? Nee, ik denk is een partij die zich niet plaatst op links en rechts. Maar dan wilt u ook niet met Leefbaar Rotterdam samenwerken, dus dan zit u eigenlijk bij voorhand in de oppositie. Ik ga heel graag de samenwerking aan met partijen die onze idealen delen, maar ik geloof niet meer in het politieke spectrum van links en rechts. Nou, heren, hij heeft iets langer mogen antwoorden dan ja of nee, want hij was ruim binnen de tijd van zijn eerste minuut. We gaan over naar het eerste onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Wat is de Rotterdamse identiteit? Hè? We zeiden al, kom je uit Rotterdam dan? Open Rotterdam is de straat op geweest en heeft aan de mensen gevraagd, wanneer ben je een echte Rotterdammer? Wanneer ben je een echte Rotterdammer? Oh jee, dat kan op verschillende manieren. Wanneer je hart voor de stad hebt, wanneer je er happy voelt. Ja, als je er echt geboren bent, vind ik. Wanneer ben je een echte Rotterdammer? Ja, je moet wel een bami uit het raam kunnen flikkeren. Ja, als je ten eerste in Rotterdam geboren bent. Als je in Rotterdam woont. Als je van Rotterdam houdt. En ten tweede, hangt er vanaf hoe lang je er woont en of je ingeburgerd bent, zeg maar. En wie bepaalt eigenlijk dat je Rotterdammer bent? Dat ben je zelf, denk ik. Gewoon het accent, gewoon een Rotterdamse ding als je daar een beetje aan meedoet en je woont en dan vind ik je wel gewoon een Rotterdammer. Wat maakt nou een echte Rotterdammer? Nou, hard werken, mouwen opstropen en vooral doorgaan. Als je hier woont en je deelt mee aan de stad, je helpt mee al is het vuil van de straat halen, dan ben je een Rotterdammer. Dat gevoel moet je hebben om een Rotterdammer te zijn. Iedereen is echt Rotterdammer, man, zolang je je thuis voelt. Dus als je hier woont, dan ben je eigenlijk al een Rotterdammer? Als je hier thuis voelt, ben je een Rotterdammer. Wanneer dit jouw huis is, dan ben je een Rotterdammer. Klaar.
Het is ook niet de manier van denken of normen waarden van Rotterdammer wat heel typerend is? Rotterdam is zo multicultureel, iedereen heeft een andere manier van denken. Hoe is het typerend dan? Juist die veelzijdigheid maakt Rotterdam Rotterdam. Wanneer ben je een echte Rotterdammer en wie bepaalt dat? Joost Eertmans. Ik ben met veel eens wat daar wordt gezegd. Hart voor de stad. Kijk, Rotterdammers zijn denk ik nuchter. Zijn over het algemeen een beetje eigenwijs. Maar zijn ook heel positief, optimistisch, hè, over de toekomst van hun stad. Dat hebben we altijd gehad in Rotterdam. Waar ik veel meer in de vraag naartoe wil is, voel jij je ook als Rotterdammer in Nederland thuis? Want Rotterdam ligt in Nederland en daar ging mijn introductie ook al over. Ik heb de indruk dat een aantal mensen, en de heren hier hebben daar ook veel weet van, zich helemaal niet zo ontzettend thuis voelen. Die voelen zich zelfs eerst Turk of moslim en dan pas een Nederlander. Kijk, dat we met z'n allen in Rotterdam wonen is een feit. En ik geloof ook dat iedereen daar echt heel erg trots op is. En dat zijn wij met elkaar eens. Maar dat jij zegt van, joh, mijn leider is Erdogan, om eens een paar boodschappen aan te halen van de partijgenoot van de heer Van Baarle, namelijk meneer Pekser, die staat te loeien onder een brug van ik zie mijn leider als Erdogan en dat is de held. Ja, dat vind ik gewoon heel erg kwestieus. En dan vind daarmee ik ook bepaalt u eigenlijk dat deze Rotterdammers, wat u betreft, onvoldoende Rotterdams zijn. Die horen meer in Istanbul thuis dan in Rotterdam. Heel sorry, maar als jij je veel meer aangesloten voelt tot een land als Turkije, met ook nog zo'n verschrikkelijke dictator aan het bewind, wat doe jij dan inderdaad in Rotterdam en in Nederland? Want daar gaat het mij om. De Rotterdamse cultuur is ook de Nederlandse cultuur. Als leidraad, hè, ik zeg dat is de dominante leidraad voor iedereen. Namelijk onze normen en waarden. En dan kom je op het hele stelsel van vrijheden terecht. En gaan we zo direct wat dieper allemaal over hebben. Op in. De heer, als we daar tijd voor hebben. Van Baarle. De heer Eertmans geeft geen eerlijk antwoord op de stelling die zo net is geposeerd. Wanneer ben je een Rotterdammer? Hij geeft daar een antwoord van ja, Rotterdammers zijn nuchter, et cetera. Maar Leefbaar Rotterdam heeft een heel duidelijk antwoord gegeven wanneer je Rotterdammer bent en wanneer niet. Bijvoorbeeld dat mensen op basis van hun etniciteit, ik herinner me het Polenquotum nog, geen Rotterdammer zijn. Want er staat een maximum op Polen volgens Rotterdam. Je bent geen Rotterdammer als je een islamitische achtergrond hebt volgens Leefbaar Rotterdam. Waar haalt u dat vandaan? Want u vindt dat er geen islamitisch onderwijs in Rotterdam plaats mag vinden. Oh. U stigmatiseert groepen en met betrekking. Ze zeggen niet dat je dan geen Rotterdammer dus, bent. Al direct met het debat begonnen dat met, u. Ik wil van betrekking, u nog eerst even met weten. Betrekking, ik Stefan, wil, ik wil van u eerst even weten, wat is in uw ogen een Rotterdammer en wie bepaalt dat? Mij, Joost Eertmans hebben het nu begrepen. U bent direct begonnen met de aanval. Eerst even van u horen hoe u daar tegenaan kijkt. Nou, het gaat om de burgerschapsrechten die we hebben. En die hebben we vervat in onze constitutie. En daar staat de wet bepaalt wie Nederlander is. En in het verlengde de wet bepaalt wie Rotterdammer is. Niet de heer Eertmans maakt uit wie Rotterdammer is. Dat staat gewoon vervat in onze wet. Dat is burgerschap. En welke afkomst je ook hebt of welke religie je ook hebt, die doet daar niks van af. We zijn allemaal Rotterdammers. Dat is het hokje, hè, wat je aanvinkt. En dat komt inderdaad omdat we allemaal in Rotterdam wonen en in Nederland. Het gaat mij om waar zit je hoofd. Als jouw hoofd meer in Istanbul zit dan in Nederland en in Rotterdam, heb ik daar een probleem mee. En dat vind ik ook met islamitisch onderwijs. Dat vind ik fnuikend inderdaad. Als wij op die manier, en ik zeg niet dat verboden moet worden, maar ik zie de problemen die het brengt met integratie. Stelt in uw programma de hele dag dat het verboden moet worden. Zeg je? Voordat u door elkaar heen praat, we hebben Noordin Eluwali nog niet kunnen horen over hoe hij aankijkt tegen het Rotterdammer zijn en wie dat bepaalt. En wellicht kunt u dan in uw antwoorden ook meenemen wat de voorwaarden zijn om dan Rotterdammer te zijn. Worden van Joost Eertmans net dat je hart er ook moet liggen. We hebben vanuit Denk gehoord dat los van alles staat, want de wet heeft het allemaal bepaald. Hoe kijkt u daar vanuit? Niet daar tegenaan. Nou ja, in ieder geval is Rotterdammer zijn niet iets wat van bovenop opgelegd kan worden naar Rotterdammers door wethouders of wie dan ook. Als het al iets zou zijn, dan is het iets net als liefde. Het zit vooral in je hart. En om even te reageren op wat hier wordt gezegd. Kijk, de zogenaamde allochtoon of autochtoon, wie is de Rotterdammer? Ik denk niet dat in die termen te vangen is. Voor zover het daar al over zou gaan, is het wel interessant om bijvoorbeeld een onderzoek van de heer Han Entzinger, ook verbonden aan de Erasmus Universiteit, precies heeft onderzocht op dit vraagstuk van wat vinden dan die jongeren van zogenaamde allochtone komaf? En dan zie je dat ze allemaal, bijna allemaal zeggen, ik ben Rotterdammer. Dat staat echt heel hoog, hoe ze zichzelf definiëren. En als je dat dan ook nog eens doortrekt en afzet tegen de realiteit van Rotterdam, dan weten we dat meer dan de helft van Rotterdammer, de mensen die hier wonen, haar wortels over heel de wereld heeft verspreid. Die helft van de zogenaamde
allochtonen zijn ook nog eens hier geboren. En als je dat dan weer vergelijkt met die andere groep, de zogenaamde autochtone Rotterdammer, dan zie je dat meer dan de helft daarvan hier niet geboren en getogen is. Zoals de heer Eertman zelf, die hier pas, wat is het, 2 jaar woont? Nou, ja, 1989, maar goed, met een paar onderbrekingen. Maar dat is ook helemaal geen probleem. Je kan prima Rotterdammer, kan prima Rotterdammer zijn als je hier maar 2 jaar woont. Dat is echt het probleem niet. Omdat u kom je erbij dat ik hier 2 jaar woon? Ik woon hier al bijna 20 jaar. U doet al een tijd mee, hè, de afgelopen 4 jaar in de gemeenteraad, in tegenstelling tot DENK. U hebt ook gezegd vanuit NIDA, wij zijn op de islam georiënteerde politieke partij. Geïnspireerd, klopt. In hoeverre bent u van mening dat de identificatie met het land van herkomst nou samen kan gaan met de identificatie van Nederland-Rotterdam? Want Joost Eertman zegt, ik zie daar problemen en die maak ik dagelijks mee. Ja. En daar komen wij ook voor op, omdat wij zien dat dat niet goed werkt. Hoe kijkt u daar tegenaan? Er zijn 2 dingen echt problematisch wanneer het gaat over identiteit. Identiteit is hartstikke dynamisch, verandert ook in de tijd. Het is eigenlijk fluïde. Maar wanneer je de identiteit reduceert tot alleen 1 element, je bent Rotterdammer of je bent Turk, of je bent, noem maar iets, man, dan is dat enorm onderdrukkend. Net zozeer wanneer we dat zouden veralgemeniseren van we zijn allemaal hetzelfde. Ja, mag ik ook anders zijn? Hè, dus je moet niet zozeer met identiteit gaan reduceren tot 1 ding, nog veralgemeniseren. Daarbij, ik heb een zoontje van 5. Helaas zijn zijn moeder en ik gescheiden. En ik ben ook pedagoog, zoals je weet. Degene die aan mijn zoontje zou vragen van wie hou jij nou het meest, van je vader of van je moeder, die heeft een probleem met mij. Je kan prima van beide houden. Je kan prima van Rotterdam houden en Istanbul, of van Rotterdam en Paramaribo, of van Rotterdam en Harderwijk, in het geval van Eertmans. U zegt er zijn dus eigenlijk geen enkele problemen, maar begrijp wel dat er een vader en een moeder is. Dus het land van herkomst is ook betekenisvol, hou je net zo van als het land van hier. U werd net direct eigenlijk een beetje boos op Leven Rotterdam. We hebben u ook eerder horen zeggen dat Leven Rotterdam in de persoon van Joost Eertmans voor kloven zorgt in Rotterdam. Aan u de vraag om te reageren op wat Joost Eertmans u voor de voeten werpt, dat u wellicht te Turks bent en mensen vanuit Erdogan bij u op een goede plek zijn. Nou, laat ik voor iedereen die op dit moment kijkt en ook voor alle aanwezigen aan deze tafel voor eens en voor altijd duidelijkheid scheppen over de kwestie van de lange arm. De lange arm bestaat, maar louter en alleen in het hoofd van de heer Eertmans. Want als we kijken naar onderzoek dat is gedaan, naar bijvoorbeeld Turks-Nederlandse organisaties van het bureau Radaradvies, dan wordt gewoon klip en klaar aangetoond dat er van enig aantoonbaar bewijs van buitenlandse aansturing gewoon geen sprake is. En als we kijken naar bijvoorbeeld onderzoek van het SCP, het rapport Integratie in Zicht, dan zien we gewoon dat Turkse Nederlanders in meerderheid ook een identificatie hebben met Nederland. Dus wat de heer Eertmans doet, is eigenlijk op basis van platvloerse leugens proberen de Rotterdamse samenleving te verdelen en Rotterdamse, Turkse Rotterdammers in een hokje te plaatsen. En dat moet echt stoppen, want dat zijn Rotterdammers en Nederlandse staatsburgers en die verdienen het ook om zodanig aangesproken te worden. Dat vraagt denk ik om een reactie. Dat lijkt me wel. Wij zien inderdaad afgelopen zomer de honderden Turkse vlaggen met mensen scanderend Erdogan is onze leider. We zien de mensen die naar de stembus zijn gaan voor het referendum voor meneer Erdogan in een grote meerderheid daarvoor stemmen voor een dictator die vervolgens zuivering heeft gepleegd, waar ik u nog nooit over heb gehoord zeggen wat een verschrikking dat is. Er zijn mensen bedreigd in Rotterdam. Er zijn mensen die een kliklijn hebben ingesteld. Ons Turkse raadslid van het CDA is bedreigd, is zelfs gestopt met werken. Allemaal als gevolg van de lange arm vanuit Erdogan. Maar hebt u daar bewijs voor? Want meneer Van Baarle zegt... Natuurlijk heb ik daar bewijzen voor. Want meneer Peksert, zelf vroeger van deze meneer, nu aangesloten bij de meneer Van Baarle, die heeft daar staan loeien door een microfoon schreeuwend over de straten dat Erdogan hun leider was, terwijl de ruiten werden ingegooid. U neemt daar nooit afstand van. U zorgt alleen maar voor olie op het vuur. Dat doet meneer Kuzu ook. Dan komt er een minister naar Rotterdam, terwijl notabene het kabinet deze mevrouw persona non grata heeft verklaard. Maar wat doet het denken onder leiding van meneer Kuzu? Die zegt, jongens, deze mevrouw moet komen en dat vinden wij prettig als die de boel nog eens even flink komt ophitsen. Kijk, naar meneer Wally zeg ik, natuurlijk is iedereen verschillend in Rotterdam. Natuurlijk, zo zitten wij ook in deze zaal. Waar het om gaat zijn de kernwaarden. En dat zijn die waarden van Fortuyn. Dat wij zeggen, de vrijheden die we hebben moeten koesteren. Als je van je geloof wil afvallen, prima. Hè? Homo's, geaccepteerd. Is dat in uw achterban zo? Vinden ze homo's? Nee, wil ik zo graag weten. Denkt u dat als u gaat zeggen op een partijbijeenkomst, homo's zijn gelijkwaardig aan gewoon
alle Rotterdammers, dat u daar applaus krijgt. Ik weet zeker als u het omgekeerde zegt, dat u daar antwoord op wilt geven. Als we het hebben over de kernwaarden van Nederland, dan hebben we het over de gelijkwaardigheid van alle individuen. Dan man en vrouw. Dan hebben we het over de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. En als we nou naar het programma van Leefbaar Rotterdam kijken, dan zien we dat u eigenlijk drie kernwaarden van onze rechtsstaat zelf met voeten treedt. Dus neem zelfs een lesje rechtsstaat en een lesje constitutie. Noem eens een voorbeeld. U heeft gepleit voor een Polenquotum, dat is gewoon openlijke discriminatie op basis van etniciteit. U bent alleen tegen islamitisch onderwijs. Zelfs het kabinet met meneer Asscher. Dat is tegen de gelijkheid van het gelijkheidsprincipe dat we in zo'n constitutie hebben. Arbeidsmigranten. Volgens mij worden daar heel veel drempels tegen opgeworpen. Ik heb het ook in Nederland. Pleit in uw programma alleen tegen islamitisch onderwijs en alle andere vormen van islamitisch onderwijs mogen wel. Dat is discriminatie, meneer Eertmans. U begrijpt niks van onze constitutie. Wij knabbelen helemaal niet aan de vrijheid van godsdienst. In dit punt daar in ieder geval denk ik... Ik begrijp de constitutie niet. Nog één ding aan u te vragen. Dat zat ook in de vraag verpakt van Joost Eertmans. En we hebben daar ook van tevoren met elkaar over gesproken. Van welke betekenisvolle vragen willen wij nog los aan u stellen, aan Denk? Dat is toch de vraag die te maken heeft met gebeuren in Turkije feitelijk gezien best heftige dingen. En zou u zich daar vanuit Denk niet wat meer over moeten uitspreken? Dan formuleer ik het heel rustig en kalm. Als het gaat om de relatie tussen Europa en Turkije en de relatie tussen Nederland en Turkije, zien we op dit moment dat het diplomatiek totaal is geëscaleerd, helaas. En als we het hebben over rechtsstatelijke ontwikkelingen, waar we ons zeker zorgen over kunnen maken, dan moeten we ons de vraag stellen, hoe zorgen we voor verbetering op dat vlak? Volgens mij zorgen we niet voor verbetering op dat vlak door keihard tegen elkaar te schreeuwen. Volgens mij zorgen we voor verbetering op dat vlak door in dialoog te treden met elkaar. In gelijkwaardigheid met elkaar te spreken. En op die manier ervoor te zorgen dat die situatie verbetert. Dus het gaat echt om een grondhouding om ervoor te zorgen dat de diplomatieke situatie niet escaleert. We krijgen van u hier vanavond geen antwoord te horen op hoe het moet met de Koerden en hoe Denk daar tegenover staat. En volgens mij hebben we geen wethouder buitenlandse zaken in Rotterdam. Nee, en ministerieel hebben we er ook niet één meer, want Halbe Zijlstra is natuurlijk ook... Dat hebben we gisteren kunnen meemaken. Dus we zitten in een soort niemandsland, dus we dachten misschien... Ik zou in ieder geval niet beweren dat ik in de Dacia van Poetin heb gezeten vanavond. Goed, maar we praten natuurlijk vanavond over Rotterdam, over Rotterdamse identiteit en binding. En we vermoeden met elkaar dat het een van de belangrijkste thema's is in de verkiezingen. Rotterdammers zeggen ook vele malen, het gaat ons om andere dingen. Daarom organiseren we ook een reeks van tafelgesprekken waarin ook andere thema's aan de orde komen. Maar hier zitten wel de flanken aan tafel. U hebt zelf gezegd, wij kunnen voor 6 zetels in de raad komen. Leefbaar wordt als rechts gezien. Noorden en Luwale. Kunt u, het is ook Valentijnsdag, u bent toch al bezig met allerlei manifesten om verbindingen te sluiten, ook hierin een brugfunctie vervullen als NIDA? Kijk, politiek is in essentie samenwerken. En ik kan je vertellen dat ik, toen ik in 2010 in de raad kwam, dat is inmiddels alweer bijna 8 jaar geleden, ik echt met iedereen op inhoud heb geprobeerd samen te werken. Sterker nog, mijn allereerste motie, dat was op het gebied van ouderenzorg, was met Michel van Elk. Nou, toch wel een beetje de rechtsbuiten binnen Leefbaar, als ik heel eerlijk ben. Daar zit hij. Ja, echt. Maar dat was gewoon een prima voorstel. En het ging over PGB, als ik me nog goed kan herinneren. En we hebben gewoon een meerderheid georganiseerd. En zo moet je ook in die stad staan. Uiteindelijk zijn Rotterdammers ook gewoon buren van elkaar. Het liefst nog familie, hoe ik het zie. Dus je moet gewoon proberen altijd, ongeacht de standpunten, waar het gaat om de inhoud, samen te werken. Maar wanneer er voorstellen worden gedaan, en goed, je hoorde het net in het debat, nou, dat doe ik 8 jaar al. Maar op een gegeven moment, als er voorstellen worden gedaan die gewoon schadelijk zijn. Zegt, of, we doen het op inhoud. Dan moet je er ook als een dam voor gaan liggen. Dan zoeken wij meerderheden. Ja, absoluut. Dat is wel hoe ik in de politiek sta. En, Tegelijkertijd is er volgens mij een aantal van uw posters beklad in de stad en weggehaald met racist erop. Ja, er worden... We weten niet volgens mij als stedelingen wie het heeft gedaan. Is daar al iets meer over bekend? Het zijn denk ik weer de antifascisten, zoals ze zichzelf noemen. Die gaan toch ook een mars organiseren, begrijp ik, in 18 maart. En dan moet er vooral worden gepoogd om Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam en de PVV uit de gemeenteraad te houden. En dat is de officiële opdracht. Ik denk dat dat het volkje is wat hierachter zit. En ik vind het, kijk, wat moet je daarmee? Mensen maken je daarmee eigenlijk gewoon nog dood, hè? Want weg die poster en dat ligt dan ook echt in de grof vuilbak. Kijk, ik vond de ludieke actie van Denk om met een mutsje onze inderdaad opgeplakte poster bij het hek van Denk terug te bezorgen. Daar kan ik wel om glimlachen. Maar inderdaad,
inderdaad gewoon wegzetten als racisten onzichtbaar maken. Dat doet me echt denken aan donkere tijden. Mag ik daar een vraag over stellen aan de heer Edmans? Want er worden posters van de Leefbaar Rotterdam beklad en laat duidelijk zijn, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar u associeert zich wel natuurlijk landelijk met een politieke partij die nu enorm in opspraak is vanwege racistische standpunten. En dan vraag ik me af, we weten dat Leefbaar Rotterdam heeft gepleit tegen Polen. We weten dat Leefbaar Rotterdam moeite heeft met de islam. Maar juist op het moment... moet hij afstand nemen van Thierry Baudet? Wat is uw vraag? Juist op het moment dat we dachten dat het niet meer erger kon met Leefbaar Rotterdam, associëren ze zich ook nog eens met een partij die racistische standpunten ventileert alsof huidskleur gerelateerd zou zijn als IQ. En ik vraag me af of u niet gewoon bereid bent om afstand te nemen van zo'n racistische opmerking van uw partij waar u zich mee afspreekt. Heldere vraag. U hebt net al gezegd, wij deden dezelfde missie, Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam. Nu wordt gevraagd dat hij van specifieke uitspraken van Thierry Baudet en de tweede man in Amsterdam op de lijst afstand wil nemen. Ik verwacht die vraag eigenlijk van het hele linkse blok nog achter elkaar de komende week. Want die vraag is me al gesteld door het hulpje van meneer Pechtold. Dat is dan meneer Saïd. De lijsttrekker van D66. Uit de coalitiegenoot. Jazeker. Uit onze coalitie, die dat ook vroeg. En ik heb duidelijk gezegd, u kunt de boom in. En dan kan op dezelfde tak kan meneer Van Baarle gaan zitten. Want ik heb daar helemaal geen zin in. Waarom heeft niet? Er geen zin in, waarom niet? Omdat het mij... Kijk, als er 12 keer wordt gezegd, en misschien inmiddels 14 keer, door meneer Baudet, dat hij totaal niets, maar dan ook helemaal niets heeft met racisme en niets met discriminatie. En dat het er ingefrunnikt wordt door die meneer Pechtold en de vriendjes uit Den Haag, die allemaal daar staan te oreren in een Amsterdamse debatzaal, wat totaal niet met Amsterdam te maken heeft, maar omdat het zo lekker is om iemand aan te vallen. Hij wordt belaagd door deze mensen, net als u, om hem in de schoenen te schuiven dat hij een racist is, wat Baudet helemaal niet is. Ik ken hem al zo lang. En dat wordt dan aan uitspraken bij elkaar gefrommeld van meneer Jennars. En daar moet ik dan afstand van nemen. Dan moet ik zeggen van, ja, maar dat is afschuwelijk. U associeert zich ermee, meneer. Ja, maar dat klopt. We hebben een alliantie. Niet alleen over die uitspraak, had het ook over de homeopathische verdunning van de samenleving. Het is keer op keer dat daar uitspraken worden gedaan die schuren tegen het racistische en het seksistische aan. En nu loopt het hier te U wilt nooit luisteren, dat is het probleem. Want u luistert. Ik luister niet heel goed naar u. Dan wilt u ze niet geloven. Want hoe vaak moeten ze zeggen dat zij totaal racisme, net als ik altijd heb gedaan, afwijzen? Ik wil geen discriminatie in onze partij, geen sprake van. Dat zie je ook bij Forum. Dat ze daar zo duidelijk afstand van nemen. Dat vind ik een ziek spelletje geworden. Ja. En daar doet u vrolijk aan mee. Om maar die racismekaart te trekken en xenofobie aan te jagen. Hebt, tegen racisme, maar wel voor minder Polen. U hebt antwoord gekregen op deze vraag. Volgens mij heeft Joost Eertmans als lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam daar antwoord op gegeven. De wetenschap. U zit hier in een wetenschappelijke omgeving op basis van de feiten. Ik denk dat we, Tamar de Waal, aan jou kunnen vragen hoe belangrijk toch die identiteit is, maar ook of dat deze stad daadwerkelijk op basis van onderzoek zo verdeeld is. Want als we hier luisteren naar wat er gebeurt, dan lijkt het net alsof er Rotterdammers zijn, eerste rangs burgers en tweede rangs burgers. Wat zegt de wetenschap daarover? Nou ja, als ik naar dit debat luister, inderdaad, vanuit een als wetenschapper, die zich ook met deze thematiek bezighoudt, dan zie ik des te meer dat zo'n discussie over wie de echte Rotterdammer is, of de echte Nederlander, dat is uiteindelijk toch een gemiste kans. Want ik denk dat we veel meer zouden moeten spreken in termen van maatschappelijke problematiek. Dus bijvoorbeeld een gebrek aan sociale cohesie zou een probleem kunnen zijn. Antisemitisme, homofobie, discriminatie, racisme kunnen problemen zijn. Maar op het moment dat we over die echte Nederlanders spreken, dan zien we dat we eigenlijk vervallen in een soort van tweestrijd die alleen maar spreekt over mensen met een migratieachtergrond in termen van horen zij hier of horen zij daar niet, hier niet. Nou, dat is op zichzelf al discriminerend, want je wordt aangesproken op je burgerschap of je hier nog wel hoort, terwijl andere mensen niet worden aangesproken op of ze hier nog wel horen. Maar tegelijkertijd, je vervreemdt juist van elkaar, waardoor het gesprek minder makkelijk wordt. En je hebt het misschien wel te weinig over maatschappelijke problematiek aan de kant van mensen zonder migratieachtergrond. Dus in plaats van het debat zo te vernauwen en te polariseren, zouden we volgens mij veel minder moeten zoeken naar wat is de echte Rotterdammer. Je ziet ook in het filmpje, de echte Rotterdammer is niet echt te vatten. Het is ook misschien iets waar je wel iets over zou kunnen zeggen natuurlijk. Veel Rotterdammers doen dit. Maar er zijn altijd weer tegenvoorbeelden te bedenken. Dus zo'n debat is, ja, het is eigenlijk, ja,
gaat altijd mis en je komt er ook nooit uit. Dus wat dat daarom noem ik het een gemiste kans. Dus ik zou ook het voorstel willen doen om niet daarnaar op zoek te gaan, maar te spreken over maatschappelijke problematiek. Want anders krijg je altijd dat er een dubbele standaard is. En ik zou ook wel aan de heer Eertmans willen vragen dat op het moment dat er iemand is zonder migratieachtergrond en die woont in Rotterdam en die zegt ik ben zo pro-EU... dat Nederland wat mij betreft morgen afgeschaft kan worden. We gaan naar een superstaat van Europa. Nederland doet mij helemaal niks. Wat zou u tegen zo'n Rotterdammer zeggen? Een soort Rotterdamse meneer Juncker eigenlijk, bedoelt je? Bijvoorbeeld. Ja, nee, dat vind ik net. Ik snap die vraag ook niet helemaal. Dat vind ik net zo verschrikkelijk. Volgens mij, maar wat heeft dat ermee te maken? Zullen we het zo, want we zitten ook een beetje met de tijd en een aantal andere onderwerpen nog, dat we het jouw punt meenemen naar de volgende ronde om het niet zozeer te hebben over de Rotterdamse identiteit. Ik vind identiteit. De duiding vrij essentieel, want je stelt de vraag en wat wilde je daarmee duiden? Wat wil je ermee, de duiding is dat er heel veel Rotterdammers zijn die op een bepaalde manier geen binding hebben met Nederland. Ja. Dit is een andere Rotterdammer zonder migratieachtergrond die zegt, ik zou Nederland zo opgeven. Ja. Maar u zou niet zeggen, die hoort in Turkije, want het is in Nederland. Nee, maar het is heel iets anders als je Nederland, niet zo interessant vindt. Het gaat er mij om dat deze heren vooral willen steunen de parallele samenleving die ontstaan. In inderdaad een meer islamitisch georiënteerde samenleving, zit hier. Of een meer samenleving zoals in het Bosporus wordt beleefd. De denkinvloed van Turkije. En dan kun je allemaal zeggen, de lange arm bestaat niet. Maar daar zijn we inmiddels al achter gekomen. Ja. En dat dendert door. Die trein gaat gewoon verder. Ik denk dat je daar zorgen over kan maken. Dat aangetoond dat dat een imaginatie van u is op basis van twee keiharde onderzoeksresultaten. Dat doen we helemaal niks onderzoeken, want ik zie wat er in de stad gebeurt. Fact-free politics. Nee, helemaal niet. Ik kan zo 12 onderzoeken naar je toe sturen. We hebben alle tijd nog om daar straks over te hebben. Jouw vraag is uiteindelijk nu beantwoord, ook in de zin van identiteit buiten Rotterdam. Als dat in Turkije zou liggen, dan wordt daar anders over nagedacht, hoor ik Leefbaar zeggen, dan wanneer dat met iets Europees te maken heeft, als je daar geen binding mee hebt. We kunnen daar straks verder over doorpraten. We gaan door naar het volgende grote thema, namelijk wat is dan succesvolle integratie? We zullen jouw tip, Tamar, er wel meenemen, dat we dan niet zozeer meer hebben over identiteit, maar ook over wat er dan nodig is om daadwerkelijk volledig onderdeel te zijn van de samenleving. Ook in combinatie met maatschappelijke thema's. In plaats van ben je Turks Rotterdams of Marokkaans Rotterdams of Nederlands Rotterdams. Want dat stuk kunnen we dan nu afsluiten bij deze. We gaan door met de volgende vraag. Hoe word je dan uiteindelijk onderdeel, volwaardig onderdeel van deze samenleving als dat nog niet helemaal is gelukt? En is integratie dan een eenzijdig proces, aanpassing van de migrant, of is het een tweezijdig proces? Open Rotterdam is de straat opgegaan, heeft het aan de mensen gevraagd. Over de integratie, moet dat van twee kanten komen of moet dat meer van de migrant komen? Moet van twee kanten komen toch? Van twee kanten natuurlijk. Hè? Anders gaat het niet. Nee. Als u geen vragen stelt, kan ik geen antwoorden geven. Van twee kanten. Je moet zelf ook als land je best doen om diegene zich kans te geven om zich te integreren, denk ik. En diegene moet ook zijn best doen of haar best doen. Sowieso moet van twee kanten komen. Zeg maar, de mensen die immigranten ontvangen moeten ook gewoon open zijn. Nou, ik sta er wel open voor, maar als iemand naast me komt wonen of zo, dan vind ik wel dat hun zich voor moeten stellen. Het moet van twee kanten komen. Je bedoelt als mensen uit het buitenland hier willen wonen, zeg maar, bijvoorbeeld vluchtelingen. En er moet sowieso van twee kanten komen. Ben ik wel alleen van mening dat er wel de regels aan verbonden moeten zijn, zeg maar. Ja, ik ben van mening dat wij ons niet moeten aanpassen aan de mensen die hier komen. Maar als je hierheen wil komen, moeten hun dan aanpassen aan ons, zeg maar. Dus dat vind ik wel een regel hoe dat zou moeten zijn, zeg maar. En voor de rest, gewoon van twee kanten dus. Ik bedoel van, je kan immigreren hier naartoe. Niks weten, wie moet het je leren? Rotterdammers toch? Eenzijdig of tweezijdig, van welke kant moet het komen? Steffen van Baarle, van één kant, twee kanten. Hoe zit het in elkaar wat jou betreft? Wij staan voor wederzijdse acceptatie. En wij pleiten met name ertegen dat we niet meer moeten denken in termen van integratie. Omdat integratie eigenlijk een
op een kunstmatige manier mensen buiten de samenleving plaatst. In die zin is integratie... Hebben we iets nog niet goed genoeg gedaan, zegt u, en dat moeten we vanaf. Nou ja, vervangt dat door? We betekenen door wederzijdse acceptatie. Wij stellen dat mensen die hier al generaties lang wonen, daar kan je niet meer spreken over termen van integratie, alsof iemand buiten de samenleving staat en op die manier weer in de samenleving gebracht moet worden. Die mensen zijn onderdeel van onze samenleving. Helder. Noorden Eluwali. Ja, nou ja, eigenlijk wat de heer Van Baarle zegt, dat roep ik eigenlijk al vanaf, 2010. En ik heb het eigenlijk wel een beetje gehad. Integratienota door het vorige college gemaakt, waar ook Leven Rotterdam een wethouder integratie in het college had geleverd. Die integratienota, daar hebben we met elkaar van kunnen vaststellen dat dat stevig lag in de raad. Dat ging niet vanzelfsprekend. Met name moeite hadden verschillende politieke partijen met de term inhalen op de snelweg en invoegen. Ja, dat is een mooie metafoor inderdaad. Zoals dit college onder leiding van Leefbaar Rotterdam eigenlijk naar de stad keek. Dat eigenlijk ook mensen die hier geboren en getogen zijn, iemand als ik bij wijze van spreken, nou, daarvan zeggen wij, dan kan je niet spreken over integratie, maar je praat altijd, het geldt voor elke Rotterdammer, aan hoe neem je deel aan de samenleving en hoe draag je bij. Maar die snelwegmetafoor die zat zo in elkaar, de voorstelling was van, nou, Rotterdam rijdt op die snelweg en dan heb je een invoegstrook en die invoegstrook, daar rijdt een migrant, volgens mij, de niet-willers, niet-kunners. En die migrant, dat is dan zeg maar NIDA en een deel van de mensen die daarop stemmen, die rijdt op die vluchtstrook en die moet een beetje invoegen en zich aan de regels houden. Maar de realiteit is, mevrouw Van den Anker, dat NIDA rijdt niet op die invoegstrook. NIDA rijdt op die snelweg. Sterker nog, NIDA haalt heel dit college links in. En dat allemaal rekening houdend met de verkeersregels. Dus ja, dat is zo'n onzinnig. Een knappe prestatie. En hoeveel boetes heb je al gehad? Nou, we hebben ons aan de verkeersregels gehouden, zeg ik net. Meneer Eertmans, u weet dat punt van integratie, dat wordt leefbaar natuurlijk zwaar aangerekend door andere partijen dat u deze term heeft gebruikt. Dat in de eerste plaats, misschien hebt u daar spijt van? We zijn nog maar net begonnen. Kijk, dat is het punt in Rotterdam. Jarenlang was het, eigenlijk hebben we tientallen jaren gezien in Nederland, dat het allemaal via de zogenaamde tweezijdige acceptatie moest. En dat gebeurde, er gebeurde niets. Er kwamen gewoon mensen in het Turks binnen, zeg maar, of in het Marokkaans of anderszins. En die bleven daarin hangen, want er hoefde zich ook niemand aan te passen. Dan ben ik het heel erg met de patatbakker eens. Dat kan natuurlijk niet. Natuurlijk moet je elkaar vinden, dat geloof ik. Maar het moet wel een keer komen van mensen die hier binnenkomen in de stad en in het land, dat zij zich inderdaad aanpassen aan de dominante cultuur. Dat is heel logisch. Ja, ik heb ook, maar dat is ook heel logisch. Als ik verhuis, nou ja, dat zag ik, mijn oom is verhuisd naar Canada. Die is daar gaan wonen na de oorlog. Dacht je dat die daar nog eens een keer met Nederlandse vlaggen liep rond te lopen? Dat wel, volgens mij. Oh, dat valt wel koning in de dag. Je gaat daar niet van schreeuwen van Willem-Alexander is mijn leider. Dus kunt u zich voorstellen dat door het woord migrant en door voortdurend het benadrukken van het eenzijdige er bij een groot gedeelte van de Rotterdammers die volgens mij zich eerder Rotterdammer voelen dan misschien wij wel, omdat weet je we hier wat zo mooi in de stad zijn komen wonen. Wat zo mooi is, is het Nederlandse spreekwoord, wie de schoen past, trekken hem aan. Er zijn heel veel mensen die fantastisch Nederlands spreken en zich heel erg goed ontwikkelen. Prima, prima. Het gaat mij erom dat we de fouten maken als je uiteindelijk de afslag neemt van die snelweg en denkt, joh, ik vind het eigenlijk wel prima met die Turkse krant in het Turkse theehuis op de Turkse sportclub. Waarom zou ik überhaupt nog iets in het Nederlands doen? Ik praat ook helemaal geen Nederlands. Ik krijg geen baan. Nee, vreemd is dat, hè, als je geen Nederlands spreekt. Kijk, dan ga je dus de fouten maken. En die maken we helaas al tientallen jaren. Dus de patatbakker zegt het heel goed. Je moet je ook mee willen in een land. Je moet er ook voor openstaan. Dat zeggen wij van Leefbaar. Sta nou open voor de dominante Nederlandse cultuur. Want die is hartstikke mooi. Want anders was je ook hier niet naartoe gekomen. Het is met name die Van Baarle. Wilt u reageren op dit punt? Want ik heb ook nog wel een vraag voor u over die parallele samenleving die aan het ontstaan is. Maar nou, het is de keuze aan u. U bent hier voor het eerst in Rotterdam. Ja, het gaat met name om die tweeledigheid. En als ik de heer Eertmans dan hoor zeggen van mensen die van buiten komen, die moeten zich aanpassen. Het gaat niet meer om mensen die van buiten komen. Het gaat om mensen die hier generaties lang leven. Of veel erger leven. Dat is nog veel erger. En die, als die dan de snelweg en die op moeten geaccepteerd worden. En die tweeledigheid, die moet erin gebracht worden. Als het gaat om dat mensen zelf de bal op moeten pakken om de taal te leren. En dat moet natuurlijk wel gefaciliteerd worden. Zeker. Maar aan de andere kant moeten we ook iets doen aan een stukje acceptatie van mensen. En daar heeft dit stadsbestuur echt de laatste 4 jaar een enorme bal laten liggen. Want als het gaat om bijvoorbeeld het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie, dan zijn we echt niet verder gekomen dan het oprichten van een praatgroep. Is dat voor DENK ook het allerbelangrijkste?
belangrijkste? Want u zegt, voor ons is het heel wezenlijk dat het gaat om acceptatie. En daarbinnen hoor ik u zeggen arbeidsdiscriminatie. Is dat het belangrijkste punt waarvan u zegt, daar moeten meters in gemaakt worden, dat iedereen op basis van voor- en achternaam gelijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt? Het is een wezenlijk punt. Of is het natuurlijk ook culturele integratie, of zegt u dat is helemaal geregeld? Nou, het moet natuurlijk gaan dat mensen primair onze constitutie kennen, onze normen en waarden kennen. En daarnaast moet het ook zo zijn dat er in de samenleving alles aan wordt gedaan dat iedereen gelijke kansen heeft. En daar is de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie een heel belangrijk. Arbeidsmarkt, hè? Nou weet ik toevallig want nog. Hoe kijkt toch even terug? Hoe kijkt u daar tegenaan? De integratie, daar moeten we nog wel wat aan doen. We zijn er 4 Er was eens een banenmarkt. Er was eens een banenmarkt. Die was op Zuid georganiseerd door meneer Pastors, u wel bekend, en meneer Abu Talib, ons klinkt wel als een sprookje hoe je begint. Ja, daar ja. Wat gebeurde daar? Men had baangaranties. Ik geloof 50 baangaranties klaar liggen. Omdat meneer Abu Talib in de wijk op Zuid, misschien wel in Vreewijk, had gehoord. Er is hier weinig werk. We willen graag aan het werk. Toen was die banenmarkt georganiseerd. Weet u hoeveel jongeren daarop afkwamen? Vertelt u dat eens. 3 En op basis van zo'n incident wilt u een punt maken? Nou, bijvoorbeeld ja. Dat er dus komisch. Ook, nou, dat is niet zo komisch, want een jaar later werd het alsnog gedaan bij meneer Pastors in het kantoor. Nee, even mijn zin afmaken. Ja. Je ziet dus dat is lamlendigheid troef. En dat werd ook gezegd door Abu Talib zelf. Van waarom pakken ze hun kansen nou niet? Ja. Als die banen er voor het oprapen liggen, moet je niet klagen over discriminatie. Je pakt één voorbeeld en u wilt dat generaliseren. Dit is echt lachwekkend om dat op basis van één voorbeeld te doen. Echt heel zwak. Het is toch een feit, als dat meermalen gebeurt, heb je toch een probleem? Van Nida. Kijk, een stad als Rotterdam, laat ik zo beginnen. Ik denk dat we met z'n allen op zoek moeten gaan naar een balans. Een balans tussen gemeenschappelijkheid, wat delen we met elkaar, en dat is als Rotterdam is heel veel. En diversiteit, waar mag je van elkaar verschillen zonder dat het een probleem is, zoals Leefbaar Rotterdam en consorten vaak op hameren, maar dat we dat echt gaan zien als meerwaarde. Er zijn eigenlijk 3 constanten als het gaat om Rotterdam. En die constante, het Rotterdamse DNA bestaat hem uit 1, dat Rotterdam altijd door de eeuw heen bijna een toevluchtsoord is geweest. Er zijn altijd mensen hier naartoe getrokken. Tweede constant is dat Rotterdam door die reden ook altijd divers is geweest. En we spreken nu zelfs over superdiversiteit. En dat heeft ook een beetje met die moderne tijd te maken. En dat reizen gewoon een stuk makkelijker is geworden. En het derde is, Rotterdam is een emancipatiemachine. Of het nou ging om die Brabanders of Zeeuwen, hè, van het platteland naar Rotterdam. Hard werken in die haven. Van een dubbeltje, een kwartje, zoals we dat zeggen. Of later mensen vanuit Anatolië of vanuit de Rif. Ook boer of Paramaribo, oude koloniën. Het is een constante. Dus als je aan mij vraagt, wie moet zich aanpassen aan wie? Een dominante cultuur. Het is eigenlijk best wel grappig als je zegt dominante cultuur. Die bestaat in de stad Rotterdam simpel gezegd niet. En het is ook diffuus. Is dat wat u ook ons nieuwe wapen als Rotterdam? Dat we daar waar het goed gaat en elkaar hebben gevonden, dat we dat versterken? Ja, uiteraard. Kijk, er moet dus een balans. Diversiteit niet als probleem. Maar we moeten ook die gemeenschappelijkheid met elkaar zoeken. Die is er. Ik kan me nog herinneren, dat is wel een mooie anekdote, dat Rotterdam pleitte in het kader van die Rotterdamse identiteit, omdat dat echt een bindende factor is. Dat we op 14 mei heel onze skyline in Rotterdam, waar het ook maar kon, de Rotterdamse vlag zouden hijsen. En ik weet nog dat Eertmans naast Abu Talib zat. Ik weet dat het in het stadhuis niet zo goed ging met klopt. Die vlag. Dat was volgens mij een andere anekdote. Ja, precies. Het was de Rotterdamse vlag. Het ging niet in het stadhuis. Het ging erom dat dat buiten zou gebeuren. En ik weet nog heel goed dat de heer Eertmans Abu Talib aantikte en die vroeg, wat is er dan 14 mei? Hij was nog maar net wethouder. Herdenking van het bombardement. Nou, dat is iets Rotterdams. Weten wanneer die herdenking is. 14 terug mei. Naar integratie. Qua anekdotes hebben we nu genoeg van u gehoord. We willen nu weer zaken. Is de integratie wat u betreft, Noorden El Ouali van Nida, gelukt of mislukt? We zijn de integratie ver voorbij. En ik heb het eigenlijk, ik zit hier, want het is identiteitspolitiek, maar ik heb het gewoon echt over andere zaken. Maar zij hebben het gebombardeerd tot de kiezingen. U zegt ten aanzien van integratie, we moeten überhaupt stoppen met het woord, want we moeten gaan hebben over wederzijdse acceptatie. En Leef voor Rotterdam zegt, dit is toch ongelooflijk. Je verstopt gewoon een probleem wat er ligt onder een tapijt waar het ooit in 2002... Nee, jawel, we zien niet-westerse allochtonen toch nog steeds 5 keer zo veel vaak terug. Ja, dat zie je niet meer, maar het zijn wel de mensen die daar hun ouders en hun voorouders hebben wonen en nog steeds niet aan de bak komen, nog steeds met politie aanraken. Ja, maar waarom zijn dat integratie problemen? Waarom wordt dat door jou weggeduwd? Ik zie hele wijken. Natuurlijk, dat zijn hele groepen. Ik zie hele groepen binnen uw eigen achterban die u keihard heeft aangepakt omdat u zo heeft bezuinigd en ze bijna als halve crimineel heeft behandeld omdat ze een uitkering hebben. Ik maak het even af. Dat zijn gewoon Rotterdamse Rotterdammers van autochtone afkomst. Wat u zo aan die woorden hecht. Zijn dat dan integratieproblemen of hebben we gewoon een werkloosheidsprobleem? Hou op met al die sociale, maatschappelijke
er niet goed uit. Het komt er niet goed uit. Zoals mevrouw Van der Wal net aangaf. Dan wordt het weggeduwd. Dan wordt het weggeduwd. Dat is een typische niet-reactie. Kijk anders. U kijkt zwart-wit en ik kijk in 3D en helemaal in kleur. Volgens mij gebruikt u ook al een verschillende termen, maar het is wel interessant om van u te horen. U zegt, het gaat niet om een integratieprobleem, maar het is puur sociaal-economisch. Maar waar de mensen zijn die... En dat verschilt van mensen, hoe leeft Rotterdam maar klopt. Tegen. En waar de mensen zijn die, laten we zeggen, dat is misschien wel een punt. We hebben pas geleden bijvoorbeeld 400 vluchtelingen opgenomen in Rotterdam. Nou, daar schreeuwden ze moord en brand, want het zou allemaal niet kunnen. Maar daarvan zeg ik... U bedoelt op het AZC ja, in Beverwaard? Daarvan zeg ik, het is heel erg belangrijk dat je de taal leert. De taal is bijvoorbeeld een keiharde uitsluiter, maar is ook een enorme insluiter. Als je elkaar begrijpt, dat is belangrijk. Ja. En ik moet nog degene tegenkomen die met de mindset naar Rotterdam komt en die zegt van, ik wil hier heel graag wonen, want ik vlucht voor lijf en leden, maar wat er ook gebeurt, ik weiger de taal te leren. Die bestaat niet. Degene die het meeste last hebben van het feit dat ze de taal niet spreken, dat zijn de mensen in kwestie zelf. En wat zegt Leefbaar Rotterdam? Ja, wat zegt u? We zijn de ontkenningsfase al lang voorbij. We zijn de ontkenningsfase al lang voorbij. Dat is het punt. Heel veel Rotterdammers zien dat al. Die zijn het al lang voorbij om te verstoppen voor wat er aan de gang is. Je ziet gewoon Turkse mensen nog steeds, Marokkaanse jongeren, problemen houden met integratie. Al binnen het onderwijs al gaat het ietsje beter. Het is nog steeds het probleem. Nee, maar dat moet je toch niet ontkennen. Natuurlijk is dat een probleem. Als jij met je hoofd alleen maar zit... Ja, ik zeg wel, er zijn wel problemen. Ik ontken geen problemen. Maar ik zeg alleen dat... Kijk, als uw analyse niet klopt... Na elkaar. Ik was even bezig. Het punt is, als jij net zegt... Je komt naar Rotterdam en je wil in Nederland je vestigen. Dan ga je toch die taal leren. Waarom zeg je dan, dat is nog steeds niet gebeurd. En mensen blijven daar maar in hangen. Laten we dat punt van die taal dan even... Want anders zien we ook de verschillen tussen de politieke partijen. U hebt daar in uw verkiezingsprogramma een voorstel voor. Wat is uw voorstel? Om te zorgen dat mensen toch de taal leren. Wij hebben als enige binnen de G4 in de grote steden gezegd... die taaleis moet onderdeel zijn van bijvoorbeeld de bijstand. Hè? Als jij je hand ophoudt in de stad, dat kan. Als mensen niet kunnen werken, dan zul je toch in ieder geval... Je moet er verplichten aan het leren van de Nederlandse taal. Ja, dat wordt in deze kringen... Dat wordt is wat u vindt. Ja. U stelt ook vast vanuit NIDA dat het met de taal niet altijd vanzelf gaat. Wat is uw oplossing? Wat is uw voorstel vanuit uw verkiezingsprogramma? Overigens moet ik er wel bij zeggen dat hij met dit voorstel... een enorm aanzienlijk deel van zijn eigen achterban keihard pakt. Want heel veel Rotterdammers zijn gewoon autochtoon en laaggeletterd. Die komen niet door die toetsen van de heer Eertmans. Dat valt wel mee met het witte van de stad, of niet? Ja, nee, prima. Dat klopt. Dat is een ander onderwerp. Zo racistisch zijn we dan ook. Wat is uw... neem dan de laaggeletterden mee. Ja. Hè? Want dat is inderdaad een issue ook in Rotterdam. Hoe gaat u het oplossen dat iedereen... mee kan doen qua basis skills in deze samenleving. Heb ik net al toegelicht dat meer van de helft van de Rotterdammers, die zogenaamde allochtonen die volgens de heer Eertmans moeten integreren, hier gewoon geboren en getogen zijn. Dan kan je geen sprake van integratie, dan is er sprake van hoe neem je deel en hoe wil je bijdragen. De vraag is wat er in uw verkiezingsprogramma staat over die basis skills waaronder taal. En waar het gaat om mensen die de taal nog niet machtig zijn, daarvan zeg ik... zijn we als gemeenschap verantwoordelijk om deze mensen te faciliteren... in ieder geval de kans te bieden dat ze die taal machtig kunnen worden. Hoe beter ze heel die taal... Specifiek. Ja, heel specifiek. Taallessen, zeg ik dan. De subsidie taallessen, vanuit de gemeente. Werkgelegenheid. Ja. Taallessen, werkgelegenheid, goed onderwijs. En vooral... Met publieke zeker bij middelen. Ja, deels. En de eigen verantwoordelijkheid, zoals het nu in de wet geregeld is. Maar mevrouw moeten we anders organiseren. Mevrouw Van der Anker, ik betaal het liefst van het campagnebudget van Leefbaar Rotterdam. Maar we doen het met publieke middelen. Met publieke middelen. Denk, u hebt nog niet echt een lokaal Rotterdams verkiezingsprogramma. Nee. Wat dat betreft een primeur geven, die komt zaterdag. Die komt zaterdag. Nou, kunt u daar meteen dan in uit aangeven of dat er wat betreft de taal nog een andere variant door Denk is bedacht dan de twee die we nu hier horen? Nou, je kan als gemeente natuurlijk gewoon ervoor zorgen dat je daar veel meer beleid om opzet om bijvoorbeeld daar taalbuddies voor in te zetten, dat mensen de taal leren. Een stukje vrijwilligerswerk faciliteren, wat gewoon heel erg goed werkt. En daar mogen we veel meer op inzetten. Dat zou één zo'n voorstel kunnen zijn. Dat is één van de voorstellen die jullie doen. Dan hebben we, om mee te doen in de samenleving, is taal handig. Dat is volgens mij niet een dispuut hier aan deze tafel. Alleen de route, hoe je die taal moet leren, daar verschillen wat over. Maar het is natuurlijk meer om volwaardig deel te kunnen nemen aan deze samenleving. Ertoe doen is meer dan alleen de taal spreken. Als je het dan hebt over het bijtrekken van toch een laag stuk Rotterdam, hè, laag in ontwikkeling, mensen die van alles net een beetje te weinig hebben. Hoe zou u die route voor u zien? Ja, werk is het allerbelangrijkste. We hebben onze kanonwethouder Struivenberg ook hier aanwezig. Die inmiddels meer dan de target aan mensen heeft laten uitstromen. Uit de bijstand naar werk. 15.000. Daarbij nog eens meer dan 10.
Meer dan 10.000 in de tegenprestatie. Mensen die dus een uitkering krijgen, maar toch worden gemotiveerd om iets te doen. Hè, vrijwilligerswerk, om daarmee het ritme weer te krijgen. Dat is cruciaal. Wij hebben gelukkig als college ook de lasten kunnen verlagen. Hè, voor de Rotterdammers. Dat is uniek na 200% lastenstijging. Nou, dat is 50 euro, 70, nou, dat 70 euro. Dus dat klopt wel. Ja. Gaat maar eens uitrekenen. Dat zijn tientjes geweest in de loop der jaren. Terwijl het steeg. Het was alleen maar aan het stijgen. Dat geeft mensen weer wat houvast. We zien Rotterdam ontzettend groeien. Rotterdam is... U zegt, werk is voor maar ons dan is... vervolgens het belangrijkste asset om op in te zetten. Exact. Het gaat altijd om school en werk. Natuurlijk, wat anders. Okay. Wat van, ja? van belang Wie is. Wie van jullie wil als eerste? Wat van belang Vecht is. Er maar om. Nee hoor, ik geef het aan Noordin Elouali. Wat was de vraag, mevrouw Van Anker? Hoe dat u nog naast taal, waar we het over hebben gehad, ervoor gaat zorgen dat Rotterdammers volwaardig mee kunnen doen. Ja. En waar u dan op focust. Ja. Joost zegt, voor ons is dat werk vanuit Leven voor Rotterdam en school. En voor u? Ja, dat is enorm belangrijk uiteraard. Ik denk dat we goed naar de stad moeten kijken. Even los van het containerbegrip integratie. Want als je analyse, als je alles onder de noemer integratie stopt, wat de afgelopen jaren is gedaan, dan klopt je analyse niet waar het gaat om maatschappelijke problemen. En als je analyse niet deugt, dan kunnen je oplossingen ook nooit kloppen. Dat is ook wel gebleken uit het beleid wat de afgelopen jaren is gevoerd. We zijn eigenlijk helemaal niet zo vooruit gegaan. Het waren diepvriesjaren. Gewoon moet je het wijkprofiel nog één keer lezen. Ik was nog even aan het vertellen. Ik ben het mee eens dat we vooral op thema's moeten gaan inzetten. Daar waar het gaat om bijvoorbeeld woonbeleid. Goede huisvesting. Onderwijs. Enorm belangrijk vraagstuk. Een lerarentekort. Weet je, dat zijn echte problemen voor die we in de stad hebben. Voor u de routes hebben. Om maar ook, en daar geloof ik heel erg in. Ik geloof heel erg dat mensen heel erg bereid zijn om zichzelf in te zetten. Voor de samenleving iets te betekenen voor de ander. Dat kan ook voor bijvoorbeeld vluchtelingen zo zijn. Maar laten we, en dat is onderdeel van het probleem, we hebben de afgelopen jaren enorm veel sociale weefsel weggesneden. Je kan nergens meer in de stad zitten zonder dat je verplicht moet consumeren. Laten we onze stad nou faciliteren dat er plekken zijn, ontmoetingsplekken, waar Rotterdammers wat voor elkaar kunnen betekenen. Ook waar het gaat om die taal, vrijwilligerswerk en dat soort dingen meer. Enorm belangrijk. Ziet u daar nog bezwaren in, Joost? Ik vond het zo'n algemeen verhaal dat ik algemeen. Niet zo veel... Waar het met name om gaat, om mensen in staat te stellen om volledig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Dus het is gewoon heel simpelweg ook gewoon nodig dat mensen voldoende centjes in de portemonnee hebben. En als we dan kijken wat dit college in de afgelopen 4 jaar heeft gedaan met minima, dan zien we dat bijvoorbeeld de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, die is gehalveerd voor minima. Scheelt gewoon meer dan 100 euro per jaar voor minima. Steeds de helft. De langdurigheidstoeslag is afgeslacht. Dat scheelt honderden euro's per jaar voor minima. Dus u heeft echt mensen in een kwetsbare financiële situatie in deze stad, heeft u echt keihard voor honderden euro's geraakt en het armoedebeleid uit. Dat is principieel, hè? En dat zou echt moeten veranderen in de komende tijd, om mensen meer middelen te geven om deel te nemen. Dit verhaal hebben we natuurlijk vaak gehoord in de oppositie. Kijk, je kunt mensen heel veel geld geven en hopen dat het beter gaat. En als ze blijven zitten, dan gebeurt er niks. Of je gaat ze proberen te stimuleren. Hè, dat doe je inderdaad door niet altijd alles weg te schelden, kwijt te schelden, maar te zeggen, u kunt beter een baan krijgen, want dan krijg je meer geld in je portemonnee. Kijk, zo proberen wij die economie te draaien. Het is nogal een negatieve mensvisie, alsof mensen in een kwetsbare situatie te lui zouden zijn om de arbeidsmarkt op te gaan, terwijl ze ook... Armoedebeleid staat als een huis. En zo zijn we in de rug. Over het onderwerp identiteit en integratie uiteindelijk weer uitgekomen bij werk, als een belangrijke motor. Jiska Engelhardt, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik wilde toch nog even terugkomen op het punt van Tamar, wat je nog mee zou nemen. Wat mij dus wel opvalt, is dat het identificeren van thematiek of belangrijke vraagstukken eigenlijk helemaal geen ruimte krijgt in een college nu, maar ook gewoon in de politiek hier in Rotterdam. Wanneer we het hebben over de dominante cultuur, vraag ik me ook af, meneer Eertmans, wie in het filmpje dan die dominante cultuur belichaamt. Want er zijn natuurlijk ook onderdelen van die dominante cultuur, los van het feit dat die in een stad als Rotterdam, dat zo'n achterhaald principe is. Maar als je naar de cultuur die blijkbaar dominant is, daar zitten zoveel onderdelen in die voor alle Rotterdammers heel zorgelijk en problematisch zijn. De ontwikkeling van de stad, hè, wat jij ook noemt. Er zijn ook krachten los van de lokale politiek en de burgers die heel veel belang hebben bij de ontwikkeling van Rotterdam in een bepaalde richting. Daar kunnen we nu helemaal niks aan doen, omdat jullie zo bezig zijn met het definiëren van wie Rotterdammers zijn of wat prangende politieke vraagstukken zijn, dat je daar helemaal voorbij gaat. En daarom toch jouw punt. Het is jullie taak straks, hopelijk ook als gekozen volksvertegenwoordigers,
om ook uit die polarisatie te stappen. Het concept parallele samenlevingen, het mag in je hoofd zitten, maar het is geen feit om mee te werken. We zijn allemaal onderdeel van één samenleving, daar moet je iets mee doen. De wij en de ons, dat moet iets zijn wat verbeelding tot leven wekt en waarin we samen kunnen nadenken wat problemen zijn, maar ook wat de aard van die problematiek is. Hè. Dus als we naar werkloosheid in Rotterdam kijken, is het een kwestie van je bent te lui of zijn daar meer structurele... En jullie kijken daar heel anders naar. Maar dat levert voor Rotterdam echt een enorm probleem op. Dus probeer daar nou met elkaar naar te gaan kijken. Op dezelfde manier, en dat vind ik dus echt heel zorgelijk aan Leefbaar, en met name de integratienota, dat de dossiers waar Leefbaar heel sterk op inzet. Vrouwenemancipatie. Het is een hele beperkte definitie van wat de rechten van vrouwen dan zouden moeten zijn. Want jullie gebruiken dat puur en alleen maar om moslima's nog verder in die parallele samenleving terug te laten treden. En laten we heel even naar die dominante... Zo ver van mij af dit. Laten we even naar de dominante cultuur in Nederland. Laten we hem even problematiseren. Laatste zin even dat afronden. Is natuurlijk ook een cultuur waar ik als vrouw, ik kijk even ook naar Tamar, doen wij daaraan mee? Mogen wij daaraan meedoen? Dus dan, dat is mijn uitnodiging ook. Vanuit de wetenschap is er... Dat is de wetenschap, ja. Nee, maar de onderbouwing dat u zegt van in Rotterdam, u zei in Rotterdam zou het niet moeten gaan over die polarisatie, want daar is geen bewijs voor. Nee, is dat gepolariseerd? Er is heel veel bewijs helaas voor polarisering, maar het is niet constructief in het formuleren wat dan, de, route. Wat dan de problemen zijn, wat de aard van de problematiek is en waar de oplossing beleidsmatig gezocht kan worden, toch in een coalitie. Het is ongelooflijk hoe je nu als weet... Tiska Engel, Bert, valt u eigenlijk aan vanuit wetenschappelijke achtergrond? Ja. Ik heb nog niet de juiste onderzoeken gehoord, een beetje politiek betoog moet ik wel eerlijk zeggen. Linkswetenschappelijk onderzoek, maar, inderdaad. Ja. Het is mij duidelijk. Kijk, als je dat nu aanvalt, hè, dat wij een poging wagen met onze wethouder integratie om te zeggen die vrije partnerkeuze die zo vanzelfsprekend moet zijn. Het is een schande dat wij inderdaad van Leefbaar Rotterdam een postercampagne moeten beginnen voor de achterbannen van deze twee heren. Zin. Namelijk hun achterban en hun vrouwen zijn verstopt en vaak niet eens in staat om met een ander thuis te komen. Dat is totaal een godsbe dat je me dat zit voor te houden. Wij proberen juist die boel los te krijgen door middel van een confronterende campagne. Die is zelfs door de minister overgenomen. Die zegt dat is nou een goed idee. En zij vindt het verschrikkelijk dat een orthodoxe Joodse jongen... Is het meest spannende vraagstuk op het dossier vrouwenemancipatie? Okay. Dat moet de vraag... Jij vindt het dan een, echt weer een stap terug aan te zetten. Vanuit Jiska aan u gesteld. Zegt het is ook wat klein wat u er dan uithaalt. Doe een stapje. Kan het niet groter? Oh, dit was niet meer groot, dan posters. Groter in de zin van meer sluiten. Voor vrouwen. Uw nou zit daar Tania Hoogwerf. Ik kan het hele rijtje noemen wat bij ons zit, maar dat is een kanjer op het gebied. Als er iemand vecht voor de vrouwenrechten in Rotterdam, ongeacht welke kleur, dat maakt helemaal niet uit. Maar zij vecht ervoor om die vrouwen te krijgen. Jij bent er ook een voorbeeld van in je vorige leven. Je hebt die vrouwen nodig, jawel, zeker. In een parallele leven. Om de discussie om te krijgen. Anders blijven we vastzitten in patronen en die patronen die zijn niet goed. Ja. Van u, Marianne, korte Marianne. Reactie, ja. Beide nog heel graag. Op dit punt, want we moeten heel afvragen. Graag, ja. Ik moet zo meteen aansluitend naar een mooie plek op deze mooie dag, namelijk die van het Links Verbond en het manifest wat we gaan ondertekenen. En het is inderdaad, en het is uit mijn hart gegrepen, uw pleidooi, we moeten het samen doen. Ja. Hoe dan ook. En we moeten echte problemen gaan oplossen van Rotterdammers. En voor mij is dat voor de komende verkiezingen, het moet socialer, het moet inclusiever en het moet ook echt duurzamer. Als we dan echt een probleem te pakken hebben naast dit integratiethema, sorry, ik moest meedoen, ik ben uitgenodigd voor dit thema, maar ik wil het over duurzaamheid hebben. Ik wil het over... Zit je aan de verkeerde tafel? Nee, klopt. Ik wil het over de sociale situatie van Rotterdam. Je krijgt straks nog een minuut hè, om mensen hier Laat ik hem nu gebruiken, daar rond ik daarmee af. Want dan kan ik ook echt weg. 1 minuut. Zoals ik net zei, Nida is ontstaan. Wacht even, dus u gaat nu moeten even zorgen. Camera klaar, u pakt uw minuut. Ja, en dan, en de vraag die ik u stel is dus, waarom moeten de Rotterdammers op Nida stemmen? En misschien zelfs wel op u, Noordin Eluwali, als lijsttrekker van Nida. Ja. 4 jaar geleden zijn de zonen en dochters van de talrijke gemeenschappen in Rotterdam bij elkaar gekomen. Etnisch overstijgend, een emancipatiebeweging die Nida heeft voortgebracht. We hebben een paar euro's bij elkaar gelegd en we hebben als een malle campagne gevoerd. En het is ons toen gelukt, 4 jaar geleden, om
meer dan 10.000 stadsgenoten van ons het vertrouwen te krijgen. En misschien wel het voordeel van het vertrouwen. We zijn 4 jaar verder. We zijn inmiddels een onmisbare politieke factor in de politiek van Rotterdam. En wij willen samen met andere partijen, en in het geval van NIDA zal dat zijn met de SP, met de Partij van de Arbeid en GroenLinks, Rotterdam echt socialer maken, echt inclusiever maken en echt duurzamer maken. Dat zijn de vraagstukken waar vele Rotterdammers wat aan hebben. En dat moet je samen doen. Dus ik vertrek nu meteen naar de kick-off van het Links Verbond. U bent al wat aan de late kant. Nou, stem 21 dus, maart dank. Op NIDA of op een van de linkse partijen. Dan komen we echt vooruit. Wij gaan nog wel even door. Dank u wel, Noorden El-Ouali. Fijn dat u er was. Ja. Ondertussen, ja, u bent nog gewired. gaan wij ook nog aan u vragen. Want voor heel veel Rotterdammers is het natuurlijk toch raar dat opeens Denk in Rotterdam kwam. Terwijl er al een partij is die vergelijkbare ideeën heeft. Waarin onderscheidt Denk zich van NIDA? Het gaat met mij met name om de principes die we hebben als Denk. En wij hebben als Denk de belofte gedaan om overal waar groepen mensen verdrukt raken, om het feit dat ze uitgesloten dragen te raken op basis van hun afkomst of op basis van hun geloof, dat wij daar zullen staan voor die mensen om een geluid van wederzijdse acceptatie te laten horen. En in Rotterdam is die problematiek met name groot. We zien dat het politiek klimaat in Rotterdam verrecht, verhard en verruwd. En dat heeft NIDA onvoldoende goed aangepakt. En die belofte die wij hebben gedaan, die doen wij gestand door in Rotterdam mee te doen. En we hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen hebben we 25.000 stemmen gehaald in Rotterdam. Wat nu om en nabij de 5 zetels zou zijn in de raad als we dat zouden doorvertolken. En Denk kan, en daar geloof ik echt heilig in, met de positieve campagne die we dadelijk gaan voeren, met onze idealen, de grootste partij worden in de Rotterdamse raad. En daardoor zorgen we voor dat Rotterdam op 22 maart niet de stad wordt van de verdelers van Leefbaar Rotterdam, maar van de verbinders van Denk. Oké, daarmee hebt u ook zo ongeveer uw minuut gehad, waarbij ik nog één vraag aan u wil stellen voordat ik overga naar Joost Eertmans. Deze beide partijen zijn samen met de PVV, en als je ze zo neer zou zetten, toch degene die dan worden gezien als rechts en links, en die beide zeggen er is wat aan de hand in deze stad op het gebied van polarisatie met zeer verschillende standpunten. Uiteindelijk zegt Jiska ook, probeer ergens iets gemeenschappelijks te vinden. Welke gemeenschappelijke deler zou er überhaupt te verzinnen zijn? Als u even mild in uw hart kijkt op deze Valentijnsdag. Vind ik een hele moeilijke vraag. Maar als ik één ding zou moeten roepen wat Leefbaar Rotterdam goed heeft gedaan, dan gaat het met name om de controleurs op de tram en in de metro. Dat vind ik een goed ding. Oké. Klopt, die zijn er. Oké. Die zijn er. Joost Eertmans. Die zijn er elke week. Uw pleidooi voor de buis, voor de kijkers, op camera en hier in de zaal waar mensen op u zouden moeten stemmen. Leefbaar Rotterdam strijdt sinds 2002, 15 jaar lang, onderweg beschimpt en soms bespuugd, maar met strijd en het hoofd recht omhoog voor Rotterdam. Wij hebben inmiddels 2 bestuursperioden gehad. Dat betekent dat wij ook kunnen leveren. Aantoonbaar is de stad gestegen, aantoonbaar is de stad er beter op geworden. En wij zien nu een bedreiging. En die bedreiging zit hem inderdaad op het thema wat we vanavond bespraken. Los van alles waar we ons 4 jaar lang weer druk over hebben gemaakt, wonen, werk, zorg, ouderenzorg, veiligheid in Rotterdam, is bepalend welke kant gaan we op. Gaan we met de vrienden die hier zaten aan tafel van de linkse islamitische partijen terug naar af? Of blijven vooruitkijken? Gaan we met Leefbaar door na 21 maart? Of komen we in een identiteitscrisis te zitten? En dat woord durf ik wel te gebruiken met partijen als NIDA en Denk, die inderdaad streven naar parallele samenlevingen binnen Rotterdam. Stem Leefbaar Rotterdam. En sowieso stem allemaal op 21 maart. Hoe dan ook, want Steffen van Baarden zei het al, als de opkomst gelijk blijft aan afgelopen keer, heb je aan 5.000 stemmen genoeg voor 1 zetel in de Rotterdamse Raad. De wetenschap. Vanuit jullie beide vakgebieden, Jiska Engelbert, mediawetenschapper, wat kun jij ons nog meegeven over het afgelopen uur in een hele korte tijdspanne? Nou, kijk, ik vond het natuurlijk wel interessant toen ik een analyse probeerde te geven op de manier waarop taalgebruik van wie zijn wij, wat is onze stad, voor wie is Rotterdam. Wanneer ik dat problematiseer, word ik ook weggezet. Want ben ik een linkse wetenschapper, dat is natuurlijk ook een gevaar. Dus dat zou wel ook mijn uitnodiging zijn voor jullie, maar ook voor jullie.
om inderdaad na te gaan denken over, want dat mis ik echt. Integratie, ik weet niet of het een thema is, blijkbaar wel, maar kom daar nou met elkaar uit. Het is een woord en onderscheid daarbinnen dan wat de uitdagingen zijn voor alle Rotterdammers, allemaal in dat filmpje. Ja. En dan één aanvullende vraag die volgens mij veel mensen bezighoudt, ook om te kijken of daar wetenschappelijk antwoord op is. Is dan Rotterdam als identiteit, als drijver voor gemeenschappelijkheid een goed begrip? Of zegt de wetenschap, daar hebben we echt andere ideeën over? Wat de wetenschap natuurlijk ons wel kan leren is dat het idee dat de nationale identiteit leidend is, dat dat met name voor jonge mensen, mensen met een migrantenachtergrond, dat juist het behoren of het thuisvoelen in de stad een hele krachtige, constructieve manier kan zijn om het leven te ontwikkelen en een mooi leven te maken. Dus ik zou daarop inzetten, politiek. Ja. Dankjewel. Tamar de Waal, vanuit jouw vakgebied, een ander vakgebied, politiek filosofie. Ja, ik zou misschien iets andere invalshoek als laatste noot. Is dat ik het ook wel belangrijk vind om, los van wat er wordt gezegd of wat in partijprogramma's staat, ook te kijken naar wat bepaalde partijen echt doen. Bijvoorbeeld, er was hier een debat over taal. En ik denk dat alle partijen aan tafel het eens waren dat een zo hoog mogelijk taalniveau bij mensen in Rotterdam of in Nederland heel belangrijk is. Dus die ambitie die staat. Tegelijkertijd hebben we gezien dat is niet alleen op het niveau van de gemeente gebeurd, maar ook op nationaal niveau, dat bijvoorbeeld de Nederlandse taallessen voor nieuwkomers in Nederland zijn geprivatiseerd. Dus dat ook de gemeentes, waaronder Rotterdam, niet goed visie kunnen houden op de kwaliteit van taalscholen. Mm-hmm. Afgelopen week stond er een brief in Trouw dat ook in Rotterdam nieuwkomers worden afgezet door malafide commerciële taalbureaus die gebruik maken van hun leningen van €10.000. Dus alleen als je hoort van een politieke partij, ja, wij vinden taal belangrijk, dat is op zichzelf nog niet genoeg. Ik denk dat het als kiezer... Je zegt, maak het wat specifieker en doe ook uitspraken over, moet het naar de gemeente toe en uit welk potje moet het worden bestaan. En dat geldt ook voor inburgering eigenlijk. Oké. Jij zegt, ja. Maar bijvoorbeeld ook... Dankjewel. Okay. We zijn door de tijd heen. We hadden aan Noordin had ik natuurlijk nog even moeten vragen hoeveel zetels hij denkt te gaan halen. U hebt recent op televisie gezegd tegen Rijnmond, 6 zetels voor Denk. Minimaal. Heeft u daarbij? Minimaal. En u zet in op maximaal. We hebben de ambitie om de grootste te worden in Rotterdam. En dat is? Met minimaal 6 zetels. En als we kijken naar het politieke spectrum dat zich dreigt, dat zich ontwaart. 6 minimaal. En 6. Max, Leefbaar Rotterdam had er afgelopen 14 afgelopen verkiezingen. Meer dan voor Leefbaar Rotterdam? Nee, meer dan dat. Dus ik ben ik benieuwd. Zeg tussen de 6 en 10. Tussen de 6 en 10. Mogelijk. Dat is de ambitie, dat is wat u zeker hoopt te gaan halen. Leefbaar Rotterdam? Een monsterzegen, dat gaan we bereiken. Nou, we hebben nu 14, dat vind ik een mooi aantal. Het zal spannend worden met de versplintering. PVV komt natuurlijk ook naar Rotterdam. Ja, er komen vele partijen bij, daar kun je aan verliezen. Je kunt er ook weer door winnen, aan de andere kant. Mensen zien meer verschillen. Dus dat vermoed ik. Kijk, we staan voorlopig nog aan kop. En ik denk ook dat we dat blijven. En daar heb ik ook heel veel vertrouwen in. Dat Leefbaar de sleutels van de stad blijft houden. Oké, dank jullie wel. Sowieso zeer veel dank voor deze eerste politieke tafel. Veze Albayrak, die is hier ook aanwezig, die heeft meegeluisterd. En een van de onderdelen in deze samenwerking die we vanuit Open Rotterdam en Erasmus University College hebben, is dat ook in de Haveloos vervolgens haar column gepubliceerd zal worden over deze avond. En die zal morgen al te zien zijn. Veze Albayrak, heel veel succes, freelance journalist. En zij gaat zo direct typen. Deze uitzending wordt ook uitgezonden op televisie. De tv-uitzending is op donderdagavond 15 februari. Tussen 9 uur 's avonds en 11 uur 's avonds terug te zien. En op vrijdag 16 februari om 11 uur en om 1 uur bij Open Rotterdam. Vervolgens moet u natuurlijk daar even moeite voor doen, want u kunt ook op internet kijken. openrotterdam.nl/uitzending gemist. Volgende week, 21 februari, spreken we met de lijsttrekker van de VVD, Partij van de Arbeid en GroenLinks over armoede en werk in de stad. Hart voor weinig en nooit chagrijnig.
U heeft zojuist kunnen kijken naar de eerste aflevering van De Strijd om Rotterdam. Een reeks tafelgesprekken met politieke partijen. Volgende week het gesprek met VVD, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Wilt u deze aflevering terugkijken? Dat kan op openrotterdam.nl, uitzending gemist. Wilt u meepraten? Dat kan ook. Gebruik dan de hashtag Strijd om Rotterdam.